lang, heel, heel lang geleden, was er hier, in de streek ten oosten van Antwerpen, een enorm groot bos. Toen moeder de gans daar op een zomermorgen overheen vloog, genoot ze met volle teugen. Al dat groen beneden, een prachtig zicht. Maar, opeens, wat was dat? Een grote, ijzeren machine was een stuk bos aan het weggraven. Moeder de gans schrok zodanig dat ze bijna uit de lucht viel. Na die eerste graafmachine volgden er spoedig heel wat meer. Het ene mechanische monster na het ander en nog verwoestender en nog meer kappen en weg en weg en weg en weg. Onherroepelijk. Onherroepelijk. Ja, niet? Moet een sprookje geen happy end zijn? Ik vind het wat triestig. We gaan er een happy end aan breien. Ja, er is ook nog heel veel bewaard gebleven. Grote stukken bos, parken en beemden binnen het bereik van de honderdduizenden mensen die hier wonen. En dat is het nieuwe sprookje. Wij kunnen er samen allemaal aan werken om dat groen te redden. Want als je nu al die brokjes natuur met elkaar verbindt, dan kun je dit gebied nog altijd bekijken als één groot park. Groenrand tussen, aan de rand van de stad.